Dylan van Balen, jullie hebben vanmorgen het parcours hier in Glasgow verkend. Wordt heel veel over gesproken, maar met welke koers zie je eigenlijk het meeste vergelijken? Poh. Misschien wel met de criterium van Wateringen. Vanwege de vele bochten die erin zitten, is natuurlijk veel besproken. Is dat iets wat jij goed kan? Nou, het is niet, als ik een parcours zou uittekenen, is het natuurlijk niet het ideale parcours, zeg maar. Maar het is niet zo dat ik er niet mee overweg kan. Het gaat gewoon een hele zware koers worden. Er wordt heel veel gesproken over techniek, over positioneren. Hoe lastig is dat op het rondje? Hoe goed moet je bochtentechniek zijn, wil je kans maken op die wereldtitel? Ja, ik denk dat de positionering gewoon heel belangrijk gaat zijn. En dan is het niet eens zozeer de bochtentechniek die dan om de hoek komt kijken. Maar ja, het echte positie kiezen en zorgen dat je op de juiste plek vooraan zit, dat gaat wel heel, heel belangrijk zijn. Het is ook een koers waarin iedereen zegt dat iedereen op zijn plaats zal vallen. En dat ook de sterkste overleven. Nou, jij hebt natuurlijk in het verleden vaak bewezen dat jij dat heel goed kan. Hoe moet jij winnen op dit rondje? Goh, in ieder geval niet in een sprint met 20 man. Het is denk ik een beetje mijn eigen recept om het juiste moment te kiezen. Dat moet ik dan ook zondag weer gaan doen. Wanneer dat gaat zijn, op welk moment, ja, dat is echt in de koers zelf te zien natuurlijk. Dat dus zoiets zal het wel gaan worden. Dat weten natuurlijk de concurrenten ook. Die zullen daar, ja, ook op springen, vermoed ik. Ja, hoe ga je daarmee om? Je weet dat dat gaat gebeuren. Hoe moet je ervoor zorgen dat het toch lukt? Nou ja, kijk, het is natuurlijk 275 kilometer. En ja, op een gegeven moment is de tank ook al bij meerdere jongens leeg. En ja, dat moment moet ik zien te vinden. Misschien gaat het wel komen, misschien niet. Daar ga ik zeker naar op zoek. Nederland is misschien niet per se het sterkste land in koers. Daar reken ik zeker België toe, maar misschien ook wel Denemarken en Frankrijk. Ja, wat voor andere landen heb je zoiets van, goh, vergeet die vooral niet? Ah, ik denk dat Australië ook al met een goede ploeg staat, natuurlijk met Matthews. Die verwacht ik ook wel. Maar ja, ik denk dat België, als je op papier kijkt, hebben gewoon een supersterke ploeg. Denemarken ook, dus er zijn gewoon veel landen met veel favorieten. België moet ook gaan aanvallen met Evenepoel en Van Aert, eigenlijk een beetje in jouw rol. Zijn er dan mensen met wie jij graag op pad bent? Het liefst natuurlijk iemand die minder snel is als mij, maar dat is vaak lastig. Uiteindelijk, die mannen hebben ook een zware koers nodig. Als ik met die mannen op pad ben, dan is dat altijd goed natuurlijk. Uiteindelijk moet ik ervoor zorgen in ieder geval dat goede moment te kiezen. En als het dan in een groep is, in een grotere groep is, of dat we in een kleinere groep zitten, ja, dat valt nog te bezien. Nederland wacht al 38 jaar op een wereldkampioen. Je was er heel dichtbij, 2 jaar terug, met een tweede plek. Hoe groot is die kans dat dat dit jaar lukt? Goh. Ja, de kans is natuurlijk aanwezig. Ik denk dat Mathieu een supergoede tour heeft gehad. Is er goed uitgekomen. Ikzelf ook. Dus ja, je kan er natuurlijk geen percentage op plakken. Maar ik denk dat we allebei supergoed in vorm zijn. En dan is er denk ik een hoop mogelijk. Komt de winnaar uit de Tour? Ik denk het wel. Dankjewel, Dylan.